My name is Niels, I'm 23 years old. I'm now the team leader here in Club Martas and I work now for 5 years for Cosmo. Mijn naam is Niels, ik ben 23 jaar oud. Ik ben de chef animateur hier in Club Martas en ik arbeid 5 jaar voor Cosmo. En mijn naam is Niels, ik ben 23 jaar. Ik ben de teamleider hier in Club Martas en ik werk voor 5 jaar voor Cosmo. Ik werk in Club Martas sinds eind maart. Ik ben begonnen samen met 3 andere entertainers. 2 Nederlanders en een Belg. En daarna zijn we langzaam natuurlijk alle dingen gaan oefenen, alle dingen gaan klaarzetten. Dus zijn we begonnen met op 1 april. En zijn we open gegaan en toen zijn de eerste gasten naar binnen gekomen. Vooral veel Engelsen op dat moment, dat het Engelse vakantie was. Later verder met Pasen werden het veel Spanjaarden. En daarna over het algemeen zijn het gewoon altijd Nederlanders. Het zijn hier 80-85% zijn hier allemaal Nederlanders. Ik werk in een team van nu op het moment met z'n 9 zijn we. Internationaal, veel Nederlandse entertainers, maar ook Belgische en Spaanse. Verder wat ik doe gedurende de dag is, in het begin van het seizoen doe je vooral heel veel papierwerk, veel bestellingen, veel programma's maken. En zodra eigenlijk het hoofdseizoen begint, half juni, ga je meer de vloer op, ga je meer programma's draaien, ga je gezicht laten zien, doe je kwaliteitschecks, ga je kijken hoe de programma's lopen, ga je kijken of de gasten tevreden zijn, doe je veel praatjes met gasten maken, zodat gasten jou ook leren kennen. De taken van de teamleider die die liggen eigenlijk niet vast. Het is gewoon eigenlijk altijd maar de dag komt wanneer het komt en je doet het wanneer je het wil doen. Dus soms heb je deadlines en soms niet. In het begin van het seizoen ben je vooral heel veel programma's aan het maken. Eerst laag seizoen, daarna natuurlijk een groot programma in het hoogseizoen. Je maakt schema's voor 's avonds voor de kids disco, voor de mascotte. Je verdeelt de rollen voor de shows. Mocht je een showtrainer hebben, doet die dat. Maar de teamleider die heeft er altijd inspraak in. Verder zorg je ervoor dat eigenlijk iedereen weet wat ze moeten doen, waar alles ligt. En hoe het allemaal natuurlijk in elkaar zit. Verder loop je vaak rond als teamleider zijnde. Heb je veel contact met gasten. Maar hou je het ook allemaal in de gaten wat je entertainers eigenlijk doen. Van, zijn ze wel op tijd op de programma's? Leggen ze wel goed de veiligheid uit? Gebruiken ze het goede schema? Al dat soort dingen eigenlijk bij elkaar, dat doe je eigenlijk op een dag. Eigenlijk iedere dag van de teamleider is anders. Het is niet zoals bij de entertainers dat je, ik ga de sporten doen. En dat is het. Ik ga de kidsclub in en dat is het. Nee, als teamleider zijn is iedere dag iets anders. Dan sta je weer de was te doen. Maar ja, de andere keer sta je weer in het kantoor en ben je weer in een meeting in het Spaans. Dan moet je weer naar de andere kant van Calador om andere dingen te halen voor eventueel de shows. Dat soort dingen. Iedere dag is anders. Maakt het als teamleider zijn, vind ik heel erg leuk. De pluspunten aan het hotel zijn vooral de gasten. De gasten zijn hier heel erg bekend. Ze komen hier al voor jaren terug. Dus eigenlijk hoeven ze niks te vertellen. Dus dat is, aan de ene kant is het heel makkelijk, aan de andere kant is het ook moeilijk omdat ze eigenlijk al een hoge verwachting van je hebben. Verder, je doet hier heel veel shows. Je hebt altijd mensen voor je programma. Je doet heel veel speciale activiteiten, zoals een wipeout, family fun day, splits and splash, alles bij elkaar. Heel groot, met kinderen, volwassenen en de tieners natuurlijk ook. De nadelen hiervan zijn, we werken vaak wat langer door als gemiddeld hotel. We werken minimaal door tot ongeveer 1 uur 's nachts. De deco's die wij allemaal opbouwen, die zijn vaak heel zwaar. Hele grote platen, hele grote borden. De deco moet hier allemaal veel groter. Maar daartegen, als het allemaal staat en s'avonds de shows, ziet het er altijd wel heel gaaf uit. Ik heb heel erg geleerd dat het eigenlijk heel makkelijk is om mensen tevreden te houden en eigenlijk te vermaken. Voor een jongen zijn is het misschien nog zelfs makkelijker dan voor een meisje, voor een jongen. Je hoeft één keer doet een jurk aan en een pruik op en mensen vinden je eigenlijk al heel grappig en heel leuk. Verder, mensen aansturen, dat heb ik vooral vorig jaar en dit jaar leer ik dat heel veel. Mensen motiveren, mensen krijgen toch af en toe een dip of heimwee, je moet ze toch blijven motiveren, blijven lachen, heb lol, neem ze mee uit eten en willen drinken, dat soort dingen, dat is gewoon heel erg belangrijk. Als ik kijk naar dit jaar, hoeveel uren ik werk, dan zijn het er meer dan op papier. Wij beginnen om 10 uur tot 1, dan van 3 tot 5 en dan mocht je kids disco begin je om 8:15. Ben je mascotte begin je om 9 en anders begin je om 9:45 en dan tot 1. Dus ik denk dat als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je gemiddeld uit op wel een 9, 9,5 uur per dag en dat 6 dagen per week. Nee, ook als entertainer. Ja, ik hoop eigenlijk weer, als het seizoen voorbij is, ook weer te werken voor Cosmo in de winter. En aan veel dingen te doen als, ik heb vorig jaar veel presentaties gegeven op verschillende scholen, voor middelbare scholen allemaal, voor natuurlijk weer nieuwe aanmeldingen voor de Academy zelf. Wat ik ga missen als ik weer thuis ben is, ik denk toch wel echt het team. We zijn toch echt wel maanden met elkaar geweest en dat is toch wel
ja, het is eigenlijk je familie. Het is eigenlijk je familie wat je normaal natuurlijk thuis hebt. Dat heb je nu hier. Iedereen van je vrienden en familie is allemaal natuurlijk in Nederland. En met deze mensen moet je het doen. Met deze 8-9 mensen zit je gewoon echt mee opgescheept. Ja. Verder de reuring de hele dag door buiten. Lekker weer in de zon. Je bent de hele dag bezig. Als je in Nederland bent, moet je weer je jas aan. Is het weer regen? Is het weer koud? Is drie keer niks. Zoveel uur achter elkaar werken. Iedere ochtend opstaan om 9:15. Nooit eerder in bed liggen dan 1:30, 2:00. Normaal gesproken heb je geen vakantie tijdens het seizoen. Er is een mogelijkheid om, als je tenminste geen stage als je werkt, om vakantiedagen op te nemen. Maar ik vind dat niet nodig. Groot team. The Lion King. Spaans spreken. Een biertje in de weg steeds met mijn team. Tequila. Op het strand. Eigenlijk beide. Hoogseizoen.